zeg, nee, ik wil niet circulair ondernemen. Wij willen circulair ondernemen. En toen was het stil. Want je merkt gewoon dat heel veel bedrijven worstelen met vragen rond die circulaire transitie. Dus de grootste uitdaging is op elke zekerheid weer een nieuw proces of nieuwe instructie of nieuwe procedure te verzinnen. We moeten dus, dat is mijn mening, wat heel moeilijk is en heel moeilijk om als ondernemer dat hardop te zeggen, teruggaan naar de tijd van opa en oma. Je koopt iets voor de lange duur. En als je iets koopt voor de lange duur, dan gebruik je minder energie om dat ding te maken. Je gebruikt minder grondstoffen om dat ding te maken. Dan zijn we goed bezig. 97% van de producten binnen de bouw is gerecycled. Prachtig getal, maar het wordt allemaal in onze wegen gestopt. Circulair is echt wel, vraagt echt wel even wat meer creativiteit en denkkracht dan zomaar even de boel vergruizen en weer in een stuk asfalt verwerken. Ik denk dat de eerste goede stap is eigenlijk onze printfabriek, waar wij gewoon minder gaan produceren. Minder gaat opslaan in de afwachting totdat het ooit een keer verkocht wordt, maar gewoon iets gaat maken op het moment dat mensen het nodig hebben. Van hout noem het granulaat, dan gaat het dan weer terug naar de spaanplaatfabriek, die staat 500-600 kilometer in Duitsland. En daar wordt het weer prachtig nieuw grondstofmateriaal van gemaakt. En het valt of staat met de mens, en de mens moet ook in een keten zitten. En als dat niet zo is, dan lukt niets. En ik zeg, nou, ik kan iets voor 10 jaar aanbieden en dan kost het zoveel en dan kan ik met mijn concurrenten mee. Maar ik kan iets ook voor 30 jaar en langer. Ja, kan dat wel, dat is een hele lange tijd. Ik zeg, ja, ik kan dat wel. Want bepaalde slijtdelen, die pas ik aan. En ik zorg dat het ontwerp zo is dat ik hem elke keer kan upgraden. Dus het enige wat ik vraag is dat je een bankgarantie eigenlijk levert. Nee, dat gaat niet. En als je banken en financiers nog steeds in de wedstrijd zitten dat ze kijken naar de ROI, gebaseerd op de profit-boekhoudregels, waar dus af die afschrijving ook bij horen, dat ze onvoldoende oog hebben voor de toegenomen restwaarde die vaak ontstaat bij circulaire businessmodellen, levensduur verlengen bij circulaire businessmodellen, dan kun je afvragen waar ze mee bezig zijn. Ik geloof erin dat als we vaart willen maken met elkaar, dat we niet alleen maar moeten blijven knikken en zeggen van ja, dat moeten we doen, maar je moet gewoon doen.